Goedemiddag en welkom bij het derde deel alweer van mijn college reeks over weer en klimaat voor 4 en 5 HAVO. We zijn een beetje de vorige keer gaan kijken naar wat voor soort van grootheden binnen de gassen, zoals temperatuur, druk, volume, aantal deeltjes, hoe die zeg maar ervoor zorgen hoe gassen gedragen. We gaan dat een beetje gebruiken vandaag om meer te gaan vertellen op hoe dus de atmosfeer ervoor zorgt dat wij verschillende soorten weer hebben. We hebben in de eerste video ook al gezien wat het effect van hoge en lage drukgebieden er hierop is. En we gaan ook onder andere kijken naar wat dus het effect van de draaiende aarde is op het ontstaan en het blijven veranderen van het weer. En hoe dat bijvoorbeeld, zoals nu, zorgt voor verschillende seizoenen. Daar gaan we eerst even naar kijken. Wat we dus weten is dat dus de seizoenen op aarde dat die er komen doordat de aarde een klein beetje gekanteld staat. Nou, waarom heeft dat nou zo'n effect? Wat je nou kunt zien is zo gauw de aarde gekanteld staat, zul je dus op een gegeven moment zien dat er altijd dus een bepaald halfrond, het noordelijk of het zuidelijk halfrond, een beetje na de zonnestralen toegekanteld is en daardoor relatief meer zonnestraling ontvangt. Dus je zult op een gegeven moment zien, als je gewoon gaat kijken naar het aantal lichtdeeltjes wat die opvallen, zul je dus zien dat zo gauw het zomer is op het noordelijk halfrond, dat er dus meer licht erop valt en dat dus letterlijk één kant van de aarde meer zon krijgt. De andere kant van de aarde dan minder en daar zal de temperatuur dus ook lager zijn. Rondom de evenaar is het ongeveer overal even gelijk. Dit heeft dus niks te maken met het aantal afstand tussen jou en de zon, want je zult dus op een gegeven moment zien dat het op de ene helft van de aarde wel warm kan zijn en de andere koud, ondanks dat het verschil echt maar een paar duizend kilometer is. En de afstand tussen de aarde en de zon is vaker gewoon meer dan een miljard kilometer. Dus ja, dat kleine verschil maakt niet zo heel veel gek uit. Dus de afstand tot de zon heeft er niks mee te maken, alleen dus de manier hoe de aarde een klein beetje getild is ten opzichte van de zon. Nou, wat heeft dat nou voor effect? Als je dus op een gegeven moment meer zonnestralen vangt op één vierkante meter aarde, zul je dus zien dat de lucht daar, dat de gassen daar, de lucht, alle gassen die in de atmosfeer zitten, dat die meer verwarmd gaat worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld het meest op de evenaar, waar je dus ziet dat eigenlijk het hele jaar door verrassend veel zon ergens opstaat. En daarvoor zal dus heel veel warme lucht zal er daar gaan opstijgen. Wat je dus daarbij krijgt is dat er een lager drukgebied op de grond ontstaat en een hoger drukgebied enkele kilometers hoogte. Op de polen is het juist andersom, waar er dus op een gegeven moment, doordat er daar weinig zonnestralen op één vierkante meter vallen, dat je daar op een gegeven moment zult zien dat er heel veel koude lucht juist gaat dalen naar beneden. En dan krijg je een hoger drukgebied aan koude lucht op de grond en juist een lager drukgebied hoger in de atmosfeer. Nou, wat het nou een beetje ervoor zorgt is, omdat je dus op bepaalde plekken op aarde juist opstijgende warme lucht en andere punten dus dalende koude lucht krijgt, krijg je als een beetje bepaalde luchtstromen die als een soort van tandwielen in elkaar grijpen. En die hangen een beetje samen met de verschillende graden noorderbreedte of zuiderbreedte. Dus die verdelen de aarde in een soort van verschillende schillen. Verschillende schillen waar dus de warme lucht opstijgt, even verder gaat het getransporteerd gaat worden, maar de koude lucht weer zal gaan dalen. Dat zegt dus op een gegeven moment ook op een gegeven moment iets over de verschillende richting van bijvoorbeeld warme luchtstromen die dus vanuit het zuiden kunnen komen. Of juist van hele koude lucht die bijvoorbeeld vanuit dus de polen ergens naartoe geblazen worden. Nou, een ander effect dus nog, behalve dus de seizoenen op de vorming van het weer, zul je dus ook zien dat het te maken heeft met een klein beetje met de draaiing van de aarde. En om dat nou even beter te kunnen uitleggen, gaan we even kijken hoe dingen zich bewegen zo gauw ze in een cirkel aan het bewegen zijn, zoals de aarde dus elke dag aan het doen is. Daarvoor even als voorbeeld gaan we even kijken naar twee personen die van bovenaf op een draaimolen staan. Kiki en Noah. En als ik dus nou als Kiki zijnde die bal naar Noah wil gooien, zal ik die bal dus bijvoorbeeld rechtdoor gaan gooien. Maar omdat we dus op een soort van ronddraaiende draaimolen bevinden en Kiki dus als het ware deze tegen de klok in beweging wil maken en Noah dus ook, zul je zien dat de bal niet alleen een snelheid vooruit krijgt, maar ook een klein beetje een snelheid naar rechts, omdat Kiki dus naar rechts aan het bewegen is in deze cirkelbeweging. Met andere woorden, die bal die zal niet op de goede plek aankomen, omdat ze bewegen rondom een middelpunt. Ze hebben dus verschillende snelheden en dat ding krijgt dus een klein beetje een afwijking, in dit geval naar rechts. Nou, dat is nog een ander voorbeeld. Zo gauw je dus gaat kijken naar Dirk en Christian, zul je dus ook zien als Dirk de bal naar Christian gooit, dan zul je dus zien dat hij die bepaalde snelheid meegeeft. Maar omdat Dirk dus ook aan het bewegen is, zal die afwijking een klein beetje naar rechts gaan. Dus ook die bal zal nu niet goed aankomen. En ook zul je zien dat hier beide snelheden, dus de snelheid van de ene kant naar de andere kant, en de snelheid van het ronddraaien zorgen voor een afwijking. Nou, hoe moet je dat nou op een gegeven moment zien? De lucht die cirkelt dus van bepaalde plekken, van bepaalde noorderbreedtes, stijgt die op,
koelt die af, komt die weer ergens anders neer. Maar die lucht die gaat niet alleen zo in een mooi cirkeltje, maar de aarde draait er ook nog eens een keertje onderdoor. En dat is wat we het Coriolis-effect noemen. Dus dat de lucht, de aarde, eigenlijk alles wat er omheen zit, tijdens het op- en neerstijgen ook nog een klein beetje dus een afwijking krijgt, waardoor je dus meer soort van gedraaide stromen krijgt. En het is een soort van meer één groot, heel erg groot geheel zal worden. Dus het Coriolis-effect is dat er dus bepaalde afwijking van van die soort van draaiing zal plaatsvinden rondom de al bekende convectiecellen. En dat geeft er dus op een gegeven moment ook aan waarom dus het water op het noordelijk halfrond juist de ene kant opdraait het putje in en op het zuidelijk halfrond de andere kant opdraait het putje in. Kun je een keertje opzoeken, is leuk voor erbij. Nou, wat heeft het nou voor invloed op het weer? Nou, doordat dus op een gegeven moment dat we gezien hebben dat lucht niet zomaar van de ene plekje rechtdoor naar de andere plek gaat schommelen, maar dat er altijd een kleine afwijking in zit, zul je dus ook zien dat hoge en lage drukgebieden wat langer kunnen ontstaan dan dat ze normaal gesproken zouden ontstaan. Dus wat je daarbij ziet, is rond een hoge of een lage drukgebied zal er door het Coriolis effect zal er een bepaalde draaiing plaatsvinden, waardoor dus een lage drukgebied niet zomaar meer luchtdeeltjes kan opnemen vanuit een hoge drukgebied, maar dat het altijd in een bepaalde cirkelbeweging gaat en dat deze hoge en lage drukgebieden daardoor ietsje langer kunnen ontstaan. Nou, dit is best een lastig onderwerp. Kijk hem nog eens een keertje goed door en ik zie je graag terug voor de volgende.